Wij geven u graag weer een kijkje in de keuken van Welzijnskwartier Eetkamer de Krom. Er wordt door vrijwilligers gekookt voor onze gasten. Deze periode kunnen ze niet komen eten, maar ze kunnen het wel afkomen halen. En zo houden we wel contact met hen. Ook zijn er vrijwilligers die op pad gaan. Zij gaan op pad bij een aantal adressen om hun maaltijd te bezorgen. Wie dat zijn? Dat zijn Ada en Truus. En we gaan met hen mee. Wij gaan zo het eten bezorgen als de kok klaar is. Ja. En alles ingepakt is netjes, dan gaan wij bezorgen. En waarom gaan jullie bezorgen? Nou, omdat ten eerste ze niet hier kunnen eten. En ten tweede omdat we het heel leuk werk vinden. En blij zijn dat de mensen het ook leuk vinden dat wij komen bezorgen. En ze hebben hier lekker eten. Ja. Hallo, ik ben mevrouw Maasland en ik eet van de Eetkamer. Een geweldige instelling, dankjewel. Het eten is altijd prima in orde. Voor mij wel gebracht, het wordt graag gehaald, dus wat moet je nog wel mee? Hallo dames. Fijn dat jullie er weer zijn. En we gaan zo weer lekker eten. Mexicaanse bonen, dacht ik. En we zijn blij dat jullie elke keer op pad gaan en dat jullie ons voorzien van heerlijk eten. Iedereen hartelijk bedankt en tot volgende week. Bedankt weer voor het eten brengen. Ik vind dat hartstikke super. Kijk er eens. Yes. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, oké. Kijk. Tot kijk weer. Tot lekker eten. Het ziet er lekker uit. Ja, wat eten. Ik heb pas vanavond mijn eten weer. Ik weet niet wat of het is. Het is een verrassing. Ik vind het ook altijd nog hartstikke leuk dat het gedaan wordt, ook voor jullie. Het is toch weer een hoop werk om het weer rond te brengen. En ik wens jullie allemaal, zolang het is, dat je dat nog kan komen doen. Ja? Wilt u meer informatie over Eetkamer de Krom? Neem contact op met Welzijnskwartier 071 40 333 23.